Een heel goedemorgen, welkom bij Het Ontbijt. Al een hele week ontbijt ik met politieke kopstukken en vandaag zit ik daarvoor in Luik, bij u. Meneer Hedebouw, goedemorgen. Goedemorgen. De vurige steden wordt het genoemd, hè Luik? Ja, dat ja, gebeurt het, hè. Dat vuur uh, zit ook hier bijna letterlijk in de vloeren, want we zitten in uw hoofdkwartier, helemaal rood. Ja, rood is een hele mooie kleur. Met, met het doet bijna pijn aan de ogen, moet ik zeggen. <laughs> oh, dat is een zachte kleur, hè, <laughs> ja. Maar het is hier vol, he. alle hens aan dek, zie ik. Alles uh, ja, ligt vol met affiches, ik zie hier ook aan de muren uh, alle mogelijke planningen ook een, een stemmenteller die op 40.000 staat, wat wil dat zeggen? Ja, we zijn echt al onze stemmen aan het tellen. Hè? We hebben echt een doorbraak organiseren in, in, in België. Hè? Dus de meeste mensen die naar ons komen zeggen, oh, ik stem voor jullie enzovoort, enzovoort. Dan tellen we de stemmen om te weten hoe hoog we staan en, uh, en eigenlijk onze eigen peiling organiseren. Hè? Ja, want in de peilingen zelf in Wallonië blijkt u een beetje gewoon uh, ja, ter plaatse te trappelen met de vorige keer? Hè? Ja, 14,5 à 15 procent, uh, dat is nog altijd een goede vooruitgang. Hè? Ik heb altijd gezegd ook dat het belangrijk was dat ook de PVDA in Vlaanderen zou stijgen, dat we ook een zeker evenwicht hebben in Daarom onze stijging. Dat zit u op een 8 à 9 procent Ja, dat ja, is eigenlijk een verdubbeling tegenover 2019. Dus ik vind het belangrijk dat de PVDA in gans het land eigenlijk met een, een dynamiek aan stijgen is. En dat was op een bepaald moment een beetje aan het uitgroeien van heel sterk in Wallonië en minder in Vlaanderen. En dat zijn we nu aan het terugtrekken. Ja, als, als die percentages op 9 juni de realiteit zouden worden, 8, 9 procent in Vlaanderen, 14, 15 procent in Wallonië, bent u dan tevreden? Ja, maar het, het mag hoger zijn. Hè? Ze voelen wel toch wel dat de vibe, zeker veel mensen zijn nog aan het twijfelen. Je voelt toch wel dat er meer en meer mensen ons nu kennen. Hè? Dat was minder het geval vijf jaar geleden. En toch wel die, die, die linkse, linkse stem een beetje willen een, een gezicht geven, een krachtsverhouding geven, dat dat toch nu meer en meer naar boven komt. Vooral dat de traditionele partijen allemaal naar het centrum aan het opschuiven zijn. Ja, het feit dat vooruit meer en meer naar het centrum gaat, is natuurlijk wel een goede reden voor de mensen om voor de PvdA te stemmen. Dus ik denk dat er nog heel veel mensen nu aan het beslissen zijn om voor de PvdA te stemmen. Uh, u hebt daar al een andere partij opgenoemd. U bent natuurlijk niet alleen op links. U staat uh, uiterst links. Er is ook in Vlaanderen groen. Er is ook uh, vooruit. Ja, u, u bent al aan het wijzen naar vooruit, maar zijn dat dan uw, uw partners waar u naar kijkt eventueel? Of, of hoe dicht staat u bij die partijen? Dat ja, lijkt me evident, want ten eerste zijn wij niet uiterst links, we zijn gewoon links. Ja, anderen beschouwen is... u wel als uiterst ja, okay, links. Ja, maar het is niet mijn schuld, dat zal maar het centrum zijn geweest. Ja, maar goed. Dus dan, dan blijven we alleen op links over. Ja, dus daar kan ik niks aan doen. Maar het is evident dat wij om een regering te stappen eerder naar de progressieve partijen kijken. En dat vind ik eigenlijk echt wel spijtig dat vooruit al een jaar of twee jaar alleen maar dan in een het kijken is naar Bart de Wever om een regering te vormen terwijl ze ook naar links kunnen kijken. Kom aan, we moeten toch onder linkse partij. Als ja, stem voor vooruit krijgt dan een NVA gratis bij. Maar, en, en dat versta ik niet omdat ja NVA heeft gewoon een ultraliberaal programma. Ja, als je nu een miljonairtax wilt invoeren, ja, dat gaat niet met Bart de Wever zijn. Hè? Nu, uh, uh, u, zegt, u zegt vooruit: ik had deze week hier Paul Magnet als de voorzitter van de PS, die uh, absoluut niet naar N-VA kijkt. Wel in tegendeel, heeft hij duidelijk gezegd. Maar zei ook heel duidelijk: nooit met PTB. Ja, dat zijn twee elementen. Hè. Ten eerste moet Paul Magnet nooit geloven wat hem zegt: nooit met de n want die heeft volenbak onderhandeld. U gelooft het niet. Maar nee, je kunt zeggen: vier, vijf jaar geleden heeft hem volenbak onderhandeld om naar een confederaal model te gaan. En de PS is duidelijk wel het onderhandelen met een NVa vandaag. Hè? En dat is evident. Dat is echt het tegendeel van Ja, oké, okay, maar dat is altijd zo in campagnes met Paul Magnet. Er zijn genoeg bronnen genoeg om te zeggen dat hij heel ver onderhandeld heeft. Dus, dus mee... misschien onderhandelde hij ook met u als u zegt hij zegt toch maar wat. Ja, maar dat is het probleem met de PS. Hij is meer met een NVa va aan het discussiëren dan met de PVDA. En dat is weer typisch, ik zeggen, van dat van da, van da links, van la PS enzovoort. enzovoort. Hij zal veel, veel beter op links kijken. Het groot probleem met de PS, wat is dat van Paul Magnet, maar ook bij vooruit? Wij zeggen we willen een regering binnenkomen, maar bijvoorbeeld het terugbrengen van het pensioen van 67. 60 naar 65 jaar, lijkt ons een goed breekpunt. Dat was trouwens het breekpunt van vooruit in 2019. En wat zeggen die nu allemaal? Wow, dat kunnen we niet meer binnenhalen, we zijn nu al aan het verliezen. Ik ben niet meer akkoord dat die linkse partijen nee. zo fatalistisch zijn. Ik ga daar zijn. met u op door, maar de reden, want Paul Manet heeft ook een reden gegeven, Hedewaar, die zegt dat ik nooit met PTB zal besturen, is omdat ze internationaal dwepen met regimes waar we absoluut geen uitstaans mee hebben met Rusland, met China en heel de lijst. Nou, fijn. Hij heeft excuses genoeg. Hij eerst zei dat we niet nee, willen. Maar het is wel een ja. punt dat ook anderen vaker ja, naar nou, u maken. Maar we zijn bij het dwepen helemaal niet met Rusland. Ik kan zeggen, Poetin is gewoon de vertegenwoordigers van het... Russisch imperialisme van de oligarchen in Rusland. Hey, twintig jaar geleden. Wie was er business aan toen met meneer Poetin? Dat was Giver hè? Dat was de Belgische regering. En toen zei de PvdA al dat wat Poetin deed in Tsjetsjenië schandalig was. Dus wij zijn totaal met niks te maken Maar China Dat heeft ook niks mee te maken. Maar nee, natuurlijk niet. We zeggen, het enige wat we wel zeggen. Dus is een communistisch dat... land daarvan u zegt, dat is okay, eigenlijk. Nee, maar dat is ook land. wel het kapitalisme dat daar binnenkomt, enzovoort, enzovoort. Maar wat ik wel er direct bij zeg, is dat Europa vandaag zijn eigen lot in eigen handen moet nemen. Maar te stoppen. Met de belangen van Amerika te identificeren als de belangen van Europa. Oké, okay? we gaan heel dicht naar een de, de derde wereldoorlog. De Verenigde Staten van Amerika willen een commercieel, diplomatisch en misschien militaire oorlog met China. En Europa moet daar niet aan deelnemen. Is de NAVO onze beste bescherming tegen dat onheil waar u het nu over heeft? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat Europa. Twee elementen daaraan. Ten eerste, de NATO is totaal gedomineerd en geleid door de Verenigde Staten van Amerika. Okay? De Verenigde Staten van Amerika zijn sinds 11 september uh, vier of vijf keer tussengekomen, met of zonder de NATO, hè, in Libië, in Afghanistan, in Syrië, in Irak. Het bilan daarvan zijn 4,5 miljoen doden. Ik wil dat herhalen hier vandaag op de VRT. 4,5 miljoen doden. Dus de Zuiderse landen, kijken naar Amerika als zijn de maar oorzaak zegt u, van zegt veel lijden. Dus, die NAVO heeft geen meerwaarde voor ons. Nee, ik denk dat Europa. Ja, maar dat, nee, die NAVO nee, heeft geen nee, meerwaarde. Nee, 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 want Europa moet zijn eigen lot en zijn eigen defensie uitbouwen. Maar dat is er nu wel niet. En als Trump aan de macht komt, over ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Die naïviteit van de traditionele partij in België om ons slot in de handen van Trump te zetten. Ja. Daar sta ik niet. Maar concreet over de NAVO, wat, wat, ja. wil, wat, wat is dan precies uw punt? Mijn, dat, dan mijn punt? mijn punt is dat Europa onafhankelijk moet zijn. Dat wij coördinatie moeten zoeken mijn. met Frankrijk, met Duitsland, met de andere landen. Ik heb trouwens een goede discussie gehad met de vakbonden van de militairen een paar weken geleden. Die mij zeggen, Raoul, op 1,4 miljard werkingskosten dan verspillen wij 300 miljoen euro omdat er geen coördinatie en standaardisering is met onze buurlanden. Wat we kunnen doen met Nederland, ons vier samen. Waarom kunnen we dat niet doen met alle Europese landen? Dat is mijn punt. Maar u zegt eigenlijk zegt u hier laten we die NAVO gewoon terug op want dat zegt u eigenlijk. Hè? Nee, nee, ik zeg ja, u dat... zegt het wel min of meer toch. Nee, maar waarom, waarom kan ik niet een genuanceerd verhaal brengen dat ik vind dat Wat wij... is dan de meerwaarde van de NAVO wel voor u? Ik vind dat de NAVO vandaag ons naar oorlog brengt. Ik denk dat Europa zijn eigen lot in eigen handen moet nemen. Dat is dan nog wel de meer. U zegt ik wil genuanceerd punt brengen, wat is dat wel, de meerwaarde? Ik vind dat de meerwaarde er niet is, want de nou, NAVO brengt ons naar oorlog. Afghanistan tien jaar gaan bombarderen. Mensen zijn dat misschien vergeten, maar niet in Afghanistan. Hè. De Zuiderse landen zijn dat niet vergeten. Dat is een geostrategisch punt. Wij kopen al ons wapens in de Verenigde Staten van Amerika. Al ons wapens. Dus ons belastingsgeld om wapens te kopen gaat direct naar Amerika. Waarom kunnen we dat zelf niet doen? Dus u zegt die NAVO heeft op dit moment geen meerwaarde. Het, 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 het leidt tot niks. Het leidt dat Trump onze defensie gaat leiden over een paar jaar. En dus moet ons internationaal beleid en ons defensiebeleid anders zicht. Ik vind dat wij op europees vlak echt coördinatie moeten uitbouwen. Ik vind dat kei belangrijk. En ik versta de naïviteit niet van de andere partijen van hopen dat Amerika met hun eigen belangen. Want Amerika die doen dat niet voor Europa. Hè? Amerika doet voor hun eigen eh? business. America first. En ik versta hun logica. En waarom kunnen wij niet op europees vlak nadenken? Dat is toch een strategisch okay. aspect. Dat punt heb je gemaakt. Ik wil toch iets voorleggen, meneer Hedebouw, wat, wat al vaker is voorgelegd, maar in deze context past het wel. Uh, uw partij maakt handig gebruik wel van die zeer grote reuzen, techreuzen in de Verenigde Staten. Hè? Facebook, alle andere sociale media. U, u sponsort de Verenigde Staten met heel veel geld, ja. belastinggeld. Ja, ik zou echt willen dat er andere sociale media bestonden. Ja, maar met doet het wel, hè? Ja, maar wat is de, de keuze vandaag? Het is belangrijk. het Vlaams belang dat we het niet doen. Ja, en verliezen, of wat? Ja, maar... Nee, maar ik kan een punt maken daar rond. Echt waar. Ik, wil zeggen, ik wil winnen in de verkiezingen. Okay? Ik wil dat links terug op de kaart zit in Vlaanderen. Okay? Vandaag is Vlaams Belang kei aanwezig op sociale media. Ik ga niet zoals andere linkse partijen zeggen: oh, we gaan verliezen als links. Nee, ik wil winnen. Okay? En Winnen moeten we uh, op, op sociale media doen. Wat mij niet belet in het parlement om een resolutie in te dienen van de PVDA om te eisen dat de Facebook, de Google en zo belastingen betalen in België. En Wie verwerpt dat? Alle traditionele partijen verwerpen onze resolutie. Wij moeten die multinationals doen betalen. Maar zolang ik geen keuze kan hebben, en ik zou liever dat wij Europese, uh, uh, Europese Facebooken zouden hebben, bestaat het niet. Hè? En als we dan TikTok gebruiken, wordt dan... Oh. je toch dat het wat dubbelzinnig is? Want je zegt niks van de Verenigde Staten, en toch gaan daar massa's geld naar toe maar van ik de heb party. niks tegen de Verenigde Staten. Hè? Ik zeg gewoon dat we... We wel zijn... die multinationals natuurlijk. Nee, maar ik zeg gewoon dat we ons eigen gelot moeten... Hoe kan men dat dan verstaan? De Verenigde Staten is America first. Zij, zij, zij redeneren gewoon in hun eigen imperialistische belangen. Ik zeg gewoon dat Europa een eigen... Volk Politiek moet kunnen toepassen. En vandaag is Europa op geostrategisch vlak veel te veel aan de kant van de Verenigde Staten. Laat ons het hand toereiken naar Zuid-Afrika, naar Brazilië, naar Indië, naar China, naar al die wereldmachten. Wel China. Die, maar ja, dat zijn wereldmachten die aan het stijgen zijn vandaag. Wat gaan we doen? Die Zuiderse. Ondanks van... de mensenrechten die daar ook. Maar misschien ontdanks, niet en, en, en hier hebben we twintig jaar lang business gedaan met Saudi-Arabië. Dat was geen probleem. Of wat? He, dat we hebben niet veel vragen gesteld aan onze eerste minister, omdat we business deden. Op wereldvlak moeten wij pragmatisme hebben. Vandaag is de wereld die op Amerikaanse uh, uh, grondstaven staat, aan het wankelen naar de Zuiderse landen die groot worden. Europa moet de hand toestrijken naar al die landen voor vrede. Je wilt dan zeggen dat je akkoord bent met wat al die landen intern doen? Totaal niet, totaal niet. Ik heb niks met China te maken, niks met Rusland, niks met Indië. Ik ben bezig met België. Laten we het over België nog hebben. Ja, wat, ja. over, over <laughs> um, wat vandaag in de standaard staat, wil ik u even voorleggen, meneer Hedebouw, omdat het ook raakt aan uw thema's. Um, Yves Marx en Geert Peersman, economen die toch niet bepaald terecht zijn, mm -hmm. zeggen... Uh, er zijn eigenlijk twee dingen die elkaar ja, een beetje uh, met elkaar wringen. Dat is die automatische loonindexering en dat is die loonnorm. Eigenlijk is een punt, laten we dat gewoon allebei afschaffen, dan kan er ook onderhandeld worden over loonverhoging, wat er nu veel moeilijker is omdat die automatische indexering het grootste deel daarvan wegneemt. Dus twee elementen daaraan. De automatische indexering is een verworvenheid van de werkende klasse al 100 jaar geleden in uh, de, de collectieve overeenkomsten en waarom een indexering, want indexering is geen verhoging van de koopkracht. In de indexering is gewoon ervoor zorgen dat de inflatie niet kan dienen om uh, koopkracht weg te halen van de werkende klasse. Dat is ook klasse. de reden waar onze koopkracht eigenlijk bestendigd is geweest. En hè, daarom daarbij, staan ja. wij totaal achter de indexering van de lonen. Maar ten tweede vind ik wel, en ik vind dat erg, dat linkse partijen zoals Vooruit, zoals Groen, uh, de lonen geblokkeerd hebben van de werkende klasse. 0,0% verhoging. Terwijl de vakbonden, het ja, ACV, die het, met ja, ook, die het ABVV, het ACV hebben ons gevraagd van, geef ons de vrijheid om te onderhandelen. Dat wil niet zeggen dat er overal over, uh, verhoging kunnen zijn. Dat wil zeggen dat in sectoren en de bedrijven waar er veel winsten geboekt zijn. Ja, ik zeg altijd: hey, totaal Fina, 21 miljard winst. Waarom zouden de arbeiders daar in Antwerpen geen verhoging kunnen krijgen van hun lonen? Er zijn uit. ook heel veel andere bedrijven die het bijvoorbeeld heel moeilijk hadden. Ja, maar uit, dat, kun, nou, dat, dat kunnen de vakbonden onderhandelen. De vakbonden zijn ook wel bezig met een zeker realisme. En dus de PVDA is de enigste partij die duidelijk zegt. geef terug de vrijheid aan de vakbonden. En leg dat uit, dat, dat, dat de socialistische ministers die lonen. Ik heb het gezegd tegen vooruit. Kom aan, laat ons daar een breekpunt van maken. En dan wordt er vooruit gezegd: ja, maar dat kunnen we niet, we willen met een NVa va gaan regeren. Dus moeten we die loonblokkeringswet zo behouden? Daar sta ik toch niet. Laat ons toch een breekpunt. Links kan sterk zijn. We, we moeten de twee behouden, het ene, de moet op de schop, maar de automatische indexering moet behouden blijven. In, is, dat, is dat nog realistisch? Maar tot in de jaren negentig hebben we zo gefunctioneerd. Waarom ging dat niet? Ja, omdat het voor bedrijven heel moeilijk werd om te concurreren met buitenlandse maar bedrijven bedri en dat het werkgelegenheid naar het buitenland maar toe... de te bedrijven, moment... de Bel 20-bedrijven, en met ja. miljarden dividend... Ja, maar oké, okay, maar dat wil zeggen dat er, dat er diversiteit is in bedrijfswereld, hè. de bedrijfswereld. Ja, de Bel 20 is 20 bedrijven de, okay, van de... Oké, de marges van alle bedrijven. Hè, voor 2022, de marges van alle bedrijven zitten op 44% bruto-winstmarges. Okay. Dus dat wil zeggen dat er veel sectoren veel goed hebben geboerd. Dat, dat is dus het discussiepunt. En ik vind het erg dat in al die sectoren... De lonen geblokkeerd zijn. Vooral omdat de koopkracht trouwens ook een oplossing is voor ons economische stelsel. Want dan kunnen de mensen consumeren. Dan kunnen de mensen onze economie zuurstof geven. Dus ik vind dat die met effectief een probleem is. En ik vind dat linkse partijen, als wij in de regering kunnen stappen, en ik, 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 ik zeg het tegen goed en Vooruit, kom maar, laat ons een, een progressieve alliantie maken, effectief na, na 2-9 juni. En laat ons stoppen met altijd rechts achterna te lopen. Daar gaat links mee verliezen. Ja, als u in de regering zou stappen, en ook als u dat niet doet. Is er natuurlijk wel één groot aandachtspunt, meneer Hedebouw? Dat is die begroting die, die uh, bar slecht is: hè. een tekort dat naar de 5% gaat uh, federaal. Um daar uh, zal moeten gekeken worden naar uh, manieren om dat tekort dicht te rijden. Ja, u komt altijd met die miljonairstax. Uh, 4 miljard euro volgens het planbureau zal dat opleveren. Dat is niet genoeg, natuurlijk, om dat tekort dicht nee, te rijden. Nee, evidently niet. Hè? Dus we hebben onze miljonairtax. We hebben natuurlijk het inbrengen. Dus dat, dat, dat je weet dat het, het verkopen vandaag van aandelen. die meerwaarde op aandelen. en miljoenen nee. euro's winsten worden 0% belast. Ja, maar de roerende voorheffing okay. op dividenden? meneer is 30%. Dat zegt u er nooit bij natuurlijk. Nee, nee, he? ik zeg dat wel. Ik zeg gewoon dat binnen een bedrijf dan. dat je die 30% niet gaat betalen. En dus dat de grote aandeelhouders niet gaan betalen en de kleine aandeelhouders die betaalt, het is altijd hetzelfde. België is een, een fiscale hel voor de werkende klasse hè, en een fiscaal paradijs voor de superrijken, niet voor de middenklasse. En dus al die fiscaliteit is altijd met twee maten, twee gewichten. Erfenisbelasting is hetzelfde en de superrijken zetten dus hun geld gewoon bij private stichtingen. Hè. De tijd heeft dat goed uitgebracht. Ja. De tijd die nu een linkse kant is. Dat is natuurlijk al ook vergalopeerd. Coalverheid bijvoorbeeld, dat was, dat was niet. Nee, maar dat juist, heb ik ook gezegd. Ja, welke ja. partij heeft kunnen zeggen dat er een fout was? Kunnen zeggen dat is geen probleem voor mij. Ik zeg gewoon, er is een fiscaliteit met twee snelheden, dat is evident voor mij, maar dus, dus e e inkomsten kunnen we ook, maar voor de begroting, want dat was uw initiële in 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 vraag, wij kunnen ook besparen. Okay? Ik zeg bijvoorbeeld sociale zekerheid, okay? wij geven miljarden van de sociale zekerheid aan een big pharma-industrie. Okay? Dus u zegt in de gezondheidszorg kan bespaard worden? Ah, ik zeg dat er miljarden kunnen gehaald worden aan een big pharma om te investeren in pensioenen u, en zo. Maar dus wat zegt u dan? Dus onze, dan hebben we hebben bijvoorbeeld ons Kiwi-model, dat eigenlijk een model is om bepaalde medicamenten terugbetaald te maken in zekere concurrentieverhouding tussen de multinationals zou 1 miljard kunnen opbrengen. Dat is het heel concreet van de PVDA. Dus er is effectief geld die naar andere sectoren gaat, wat zou niet moeten. De politiek bijvoorbeeld. Ja, 80 miljoen euro die naar de politieke partij gaat. De enigste partij, hè, Wij vragen vermindering van die dotaties. Traditionele partijen. Oh, dat mag niet, dat kunnen we, enzovoort, ja. enzovoort. Die de, lonen van die ministers, de ministers. Het besparen gaat over miljarden en miljarden. Ik wil gewoon zeggen, wij kunnen geld gaan halen in andere sectoren. En ten derde element voor het budget, om, om, om om constructief te zijn. Ik geloof wel een beetje zoals Paul de Grauwen het ook zegt, dat bepaalde investeringen productief kunnen en moeten zijn. Investeren in het spoor bijvoorbeeld, gaan ons geld opbrengen. Als we zien hoeveel files dat er is, hoeveel miljoenen euro's die files ons kosten, dat zijn investeringen. Nee, Investe maar dat zijn uitgaven, hè, nieuwe uitgaven. Nee, maar die gaan opbrengen. Oké, okay, dus ik zeg eerst geld gaan halen bij de superrijken, twee bepaalde besparingen, maar drie vind ik wel dat bijvoorbeeld investeren okay. in ons energienetwerk Daar moeten we in investeren en dat gaat opbrengen. Ja, bij veel partijen lijkt er ook een consensus te komen, uh, meneer Hedebouw, over dat meer mensen aan het werk brengen. Ook een manier is om die uitgaven in sociale zekerheid, dan zeker in werkloosheidsuitkeringen, mm -hmm. om daar naar te kijken. En dan is het beperken van werkloosheid in de tijd iets wat toch bij steeds meer partijen ingang vindt om daar, om daar naar te zoeken, naar een middel om dat te doen. Mm -hmm. U zegt bij voorbaat nee daarop? Is dat geen goed idee om daar om, toch eens naar te dat kijken? Mensen, omdat dat de mensen naar het werk brengt. De internationale studies tonen aan dat mensen van de werkloosheid naar de OCMW te sturen, hè, want daar gaat het concreet voorstel van de rechtse partijen mm -hmm. over. Uh, dat dat de mensen werk gaat doen zoeken, maar helemaal niet. Mensen, als je de mensen in armoede duwt, dan gaan ze nog minder werk zoeken. Het gaat samen met activeren, natuurlijk. Is een activeren, taak van geveste... Vandaag worden de mensen al veel geactiveerd. Ik moet u maar uitleggen waarom Vlaamse de Vlaamse regering 400 jobs minder bij de VDAB. Hoe legde dat uit? Dus we hebben mensen nodig bij de VDAB om de mensen te helpen om jobs te zoeken. En de rechtse partij die snoeien ja. daarin 400 jobs. U zegt, er wordt geactiveerd. Waarom is de werkgelegenheidsgraad in Wallonië dan zoveel lager, 10% lager dan in Vlaanderen? Ah, ik denk dat er een groot probleem is op het economisch beleid, ten eerste. Ik wil zeggen van, van, in, in, in Wallonië. Ik me evident met de PS vandaag. Ja, dat zijn gewoon subsidies naar grote bedrijven, naar privébedrijven, maar weinig visie van een ruggengraat uit de wouw economisch vlak. Ten tweede stel ik toch gewoon vast dat er wel veel Walen wel naar, Vla naar Vlaanderen gaan werken. En ik vind dat ook positief. Het aanleren trouwens van het Nederlands, ik vind dat dat zou verplicht moeten zijn in Frans-Zalig-België. Ik, ik zeg dat trouwens ook aan de Frans-Zalige kant. We zijn nog een nationale partij. Vlamingen, Brusselaar, Walen, allemaal tezamen. Ja. Dus ik denk dat we daar moeten verder gaan. En ten derde, het grote probleem van niet activeren bij ons in België, dat zijn de langdurige zieken en niet de werklozen. Hè. Ja, maar Er is wel denk een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië op dat vlak. Hè, die, dat grote verschil in die werkgelegenheidsgraad. Ja. Wat moet er dan anders in Wallonië volgens u? Of wat gebeurt hier te weinig? Dan? Oh, ik vind dat het investeren in, in, in ons eigen wil een groot isolatieplan hè, Een eigen industrie uitbouwen vanuit Wallonië hè, en niet hopen dat het van buitenuit gaat. Komen, maar we euh, Ja, ik vind het probleem, de plan Marshall vandaag. En is dat al de, de taak al, van een overheid de, om de industrie ja, te ja, Het probleem is dat vandaag alles van subsidies gaat naar de Googles van deze wereld. We hebben Google en Mons. Je geeft daar subsidies. Design, maar zeg jij zeker van de werkgelegenheid? Nee, ik vind dat een echt probleem. Ik vind dat vandaag dat dat een, echt, een echt probleem is in Wallonië, en trouwens ook van ons land, om een geostrategische onafhankelijkheid op economisch vlak, isolatie. Maar in wat, in, wat moet de overheid dan in industrie investeren? Wat moet de overheid in handen nemen? Ik zou twee elementen zeg. zeggen. Energie. Energie. Ik, ik zei tegen Volk, ik was aan het debat bij Volk, ik zeg maar, hoe kunnen de KMO's in Vlaanderen zo nog toelaten dat één bedrijf miljarden vanuit de KMO-wereld en de werkende klasse haalt om overwinsten te boeken. Zo'n monopolievorming, één bedrijf, miljarden overwinsten. Ik vind vandaag dat als wij onafhankelijk willen zijn en lage facturen voor de mensen en voor de KMO's willen, toen we okay. terug naar het eigen lot in eigen handen moeten nemen. Zoals Frankrijk. Frankrijk die gewoon met elektriciteit de France een eigen park in eigen handen houden. En dat is een groot probleem. In België is alles verkocht geweest. De privé. Maar gaat dat de werkgelegenheid? Zo sterk aantrekken? Nee, nee, ik denk gewoon het economisch probleem van onze KMO's, hè, van zo hoge energiefacturen, dat gaat onze economie kapot maken. En wie gaat ons plat concurreren? Dat zijn de Amerikanen, hè. want die hebben hun energiefactuur veel lager. Subsidies met hun Inflation Reduction Act, gewoon subsidies tot en met. En wat gaat onze economie daar doen? En daar hoor ik andere politici niks over zeggen. Altijd maar, kort ik, termijn. Wij moeten een strategie dingen? hebben. Dus dat, ten tweede opvakken: isolatie van de huizen. En voor klimaatdoeleinden, maar ook voor sociale kwesties, vind ik vandaag dat wij moeten een massief investeringsplan maken. Die vanuit de overheid. Zetten. We zetten een bank zoals de Duitsers. Die hebben een KFW, de Krediet voor Dat is een grote investeringsbank die gewoon het geld voorlegt met derde betalingssysteem aan de Duitsers om juist te isoleren. En die bank betaalt zich terug via economieën via economie op de energieverbruik. Okay? Dus mensen moeten niks vooruit vooruitschrijven en de betaling gebeurt automatisch. Automatisch terug naar die bank. Zo doen de Duitsers dat om duizenden huizen te isoleren, creëert veel Jobs. Kwalitatieve jobs die niet gedelocaliseerd kunnen worden, ook in Wallonië, ja. om die vraag te Dan hebt je de jobs natuurlijk, dan zijn die werklozen niet noodzakelijk al aan het werk. En is dat niet net de reden dat veel partijen nu zeggen: laten we die werkloosheidsuitkeringen ook beperken in de tijd, om net daar het duwtje extra te geven? Maar het is dat ik zeg: dat marcheert niet. Ik zou het willen, maar het marcheert niet. Ja, ons land is een van de enige landen waar die werkloosheidsuitkering onbeperkt ah, niet, blijft duren. Maar het is niet omdat andere landen uh, massieve. Zal, uh, ja, wie is dan de verkeerde? Wij of alle andere landen? Ja, maar die andere, het is evident dat Europa naar rechts gaat en dat Europa meer. En meer de zwakkeren van de samenleving buitenshot. Ik was daar gaat over: van OCMW iemand naar OCMW sturen. Er is minder begeleiding bij OCMW dan bij de VDAB. We zijn beter dat de mensen begeleiden bij de VDAB. Daar gaat het over. En dat zeg ik juist, dat de rechtse partij gesnoeid hebben bij de VDAB. We moeten mensen effectief helpen om jobs en ook om vorming te krijgen, om een zekere andere job, andere vorming te kunnen krijgen. Ja. We hebben het over het economisch programma ja. en uw internationaal programma vooral gaat meneer Hedebouw, staat er linkerzijde. Over migratie horen we uw partij eigenlijk niet zo heel veel. Zeker in Vlaanderen blijkt uit de stemming ook dat dat het thema is waar veel mensen van, van wakker liggen. Hebt u daar begrip voor? Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Ik wil en wat, wat is het standpunt van uw partij daar precies over? Het eerste punt is natuurlijk de oorzaak in handen nemen. Hè. Dus dat ik me evident kijk, nu bijvoorbeeld in Palestina. Hè. Dus de meeste aanvragen natuurlijk voor uh, vluchtelingen komt vanuit Palestina. Wat doet ons land? Niks. Gewoon zitten kijken. Nul sancties tegen uh, Netanyahu en tegen Israël. Hè. Dus zeven sanctie, 17, 13 ja. sorry, sanctiepakketten naar Rusland, niks sanctiepakketten op vlak van Palestina. En dan gaan die rechtse partijen allemaal zeggen: van, Oh, die mensen komen hier als vluchtelingen binnen. Kom maar, laat onze oorzaken in handen nemen. Ja, maar wat, wat, wat zegt u tegen die mensen over of, of, of die bezorgdheid over migratie in het algemeen? Wat zegt u? Moet, moet ons land effectief openstaan voor uh, mensen die naar maar, hier komen? Wij zijn niet voor open grenzen, Ik wil zeggen, in, in die zin, er moeten duidelijke criteria zijn en wij moeten solidair zijn. Oké, okay? dus zolang dat er oorlogen zijn, gaan er mensen vluchten. Dat is zo geweest. En die pushback ja, maar dat is een internationaal politiek... element natuurlijk. Ja, maar natuurlijk dan. Maar is, de, is de oplossing natuurlijk Europees. En dat is een groot probleem. Het spreidingsplan op Europees vlak bestaat bijna niet. Egoïsme van alle landen. Iedereen stelt zich terug. We laten Italië en Griekenland alleen uh, voor het oplossen. Dat kan niet zo doorgaan. Dus er moet een duidelijk spreidingsplan zijn uh, op Europees vlak en die niet op egoïsme gericht is. En die, er moeten criteria zijn voor de mensen. Vandaag zijn er geen criteria voor. Moeten wij een zekere regularisering ja of nee? Je hebt in Antwerpen en in Brussel Heel veel mensen in het Zwart werken. Die al jaren zitten. Sociale dumping. die voor 5 euro per uur gaan werken. En dat, dat maakt natuurlijk de jobs. Die dan deftige uh, 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 lonen hebben, komt het het kapot. Dus er moet gewoon een globale aanpak zijn. Ja, maar u zegt geen open grenzen. Wat doet u daar dan precies? Mee? Ah, dat of wat, wat ah, u dat niet? mensen natuurlijk een aanvraag moeten indienen, dat er criteria zijn enzovoort. enzovoort. Dat, is, dat, soms, dat is een anarchistisch orde. Ik, ik geloof wel dat de nazistaten uh, bestaan. Hè. Ik, zeg, ik, ben, ik ben geen marxist, geen anarchist. En in die zin vind ik wel dat. Ja. Maar in, dus u zegt eigenlijk dat het Europees Migratiepact wel een goede zaak is. Dat... Nee, maar nee, het probleem is dat uh, uh, dat, dat pact gewoon niks oplost. Deals aan het, is, aan het doen zijn met uh, Turkije. Met Tunesië en zo, die niet marcheren en die met dictaturen zijn. Dus het is een beetje hypocriet van Europa om te proberen alles te outsourcen en niet om onze eigen grond op te lossen. Nog één ding wil ik u zeggen: dat valt in uw programma ook op, geen geld meer voor het Koningshuis. <laughs> ja, maar we zijn republikeinen. Hè? Dus in die zin, uh, ik heb nooit verstaan waarom dat iemand die niet verkozen is zoveel geld zou moeten krijgen. Ik maak daar geen. Wij maken daar geen eerste prioriteit van, natuurlijk. Hè, want we hebben andere uitgavenpost die nog veel hoger zijn. Maar het, voor ons is dat natuurlijk wel niet nodig. Ja. Ja, en dus de Republikeinse staatsvorm invoeren is wat u betreft een... Uh, u wel, oh, ik punt. moet eerlijk zeggen dat niet op kort termijn. Dat is mijn eerste verantwoordelijkheid. Denk ik denk dat de eerste prioriteit toch wel is om een regering te kunnen vormen. En in zin hoop ik wel dat wij, als wij twee of derde groep zijn in het federaal parlement, dat wij ook oplossingen kunnen, kunnen aanbrengen. Want het feit dat uh, het verdeel- en heerspolitiek, dat Vaming en Walen tegenover elkaar zitten, wij tonen het ja. Met de PVDA. Hè? En dat is druk bij die verkiezingen uh, over tien dagen. Gaat u ervan wakker liggen als u inderdaad niet in de regering raakt? Het is toch wel een belangrijke doelstelling voor ons. Ik heb ook gezegd dat wij vanuit de oppositie veel overwinningen zijn gaan binnenhalen. Die graaipensioenen afschaffen. Wie heeft dat gedaan de PvdA? 1 miljard. U bent die Ja, ik, vind dat, ik, ik zeg dat ook tegen Vooruit en tegen Groen, tegen progressieve partijen. Van, laat ons samenwerken. Zo kunnen mensen okay. hoop hebben. Ik wil vooral mensen hoop geven dat er verandering kan komen en dat links sterk kan staan. Ik ga ook iets geven, meneer Hedebouw. Ik mag nog een plaat kiezen. Dat mag iedereen die hier uh, bij mij zit om het uh, ontbijtgesprek mee af te sluiten. Um, wat kiest u? Um, bella, ciao, bella Ciao. Dat is een Italiaan strijd. Ja, 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 een Italiaan strijdlied. Ik vind dat dat ook echt wel hoop geeft, positieve energie. En ik vind dat allee, dat, dat echt van. kiest uit... heel specifiek voor de versie uit La Casa del Papel. Daar wordt de Nationale Bank overvallen. Uh, heeft dat een reden dat u <laughs> ik die serie Ik vind die serie gewoon, gewoon zalig. Gewoon. Ik had op, uh, de serie op Netflix. gewoon. En er zit zeker dus symboliek achter dat ik wel even gesmaakt heb de weken en de weken van die serie. Ik okay. Dan uh, dank ik u, meneer Hedebouw, voor dit gesprek <laughs> en voor zee. Raoul Hedebouw op Radio 1U Bella Ciao. Dank je wel, meneer Hedebouw.